Vanwege de politieke keuze om de CO2-uitstoot van Nederland omlaag te brengen, wordt momenteel groot ingezet op zogenaamde groene technieken. Biomassa heeft in dit opzicht inmiddels afgedaan, want men is tot het besef gekomen dat dit niet echt groen is. Maar hoe staat dat met de voornaamste andere beoogde energiebronnen, wind- en zonne-energie? Over zonne-energie wil ik kort zijn. Het ruimtebeslag is dusdanig dat het in ons land nooit op echt grote schaal gebruikt kan gaan worden. Ook ligt met zonnepanelen de grond echt vol, waardoor je er niks anders meer mee kunt. Zelfs bomen en windturbines mogen niet in de buurt staan vanwege de schaduw. En dat de zon alleen maar overdag schijnt is wel problematisch, maar op onze breedtegraad levert zonne-energie in de drie wintermaanden feitelijk niks op. Als je daarvan op grote schaal afhankelijk bent, zou je stroom voor maanden moeten kunnen opslaan. Totaal onhaalbaar. Momenteel hebben we ruim 2300 windmolens staan in ons land en op zee. Maar hoeveel zijn er voor nodig om echt alle energie die we momenteel gebruiken te vervangen door CO2-arme opwekking? We gaan uit van het huidige energieverbruik in Nederland in 2019 van 2440 petajoule. Want we nemen aan dat dit in de toekomst niet snel zal gaan dalen. Het aandeel elektrische energie hierin was 379 petajoule. Omgerekend naar het wat bekendere kilowattuur is dat afgerond 106 miljard kilowattuur. Stel dat we allemaal windturbines neerzetten van 5 megawatt per stuk. Hoeveel hebben we dan nodig om in onze behoefte aan elektriciteit te voorzien? Wel, 5 megawatt, 5000 kilowatt aan vermogen levert theoretisch op jaarbasis dus 5000 maal 24 uur maal 365 dagen is 44 miljoen kilowattuur op. Als we dit delen op de benodigde hoeveelheid energie, levert dat het aantal van 2420 windturbines op. Bij het plaatsen van windturbines dient er enige onderlinge afstand te zijn, omdat anders de volgende turbine in de windschaduw staat van de eerste. In de praktijk neemt men 5 tot 6 keer de hoogte. Turbines met dit vermogen zijn ongeveer 200 meter hoog en dus moet de onderlinge afstand ongeveer 1 kilometer zijn. Om deze 2420 windturbines te plaatsen is dan een vierkant oppervlak nodig van ongeveer 50 bij 50 kilometer. Maar voor deze berekening hebben we het maximale vermogen van deze turbines gebruikt. Dat wordt geleverd vanaf winkracht 5 en hoger. Behalve als het te hard waait, vanaf zo'n winkracht 8, dan worden ze uit veiligheidsoverwegingen uitgezet om schade en overbelasting te voorkomen. De meeste tijd van het jaar waait het minder hard en wordt dan naverhand minder stroom geleverd. In de praktijk blijkt dat windturbines ongeveer 25% van hun nominaal vermogen leveren gedurende het jaar. Het aantal windturbines moet dus viermaal zo groot zijn om voldoende stroom te kunnen produceren. Hierdoor komt het benodigde aantal op 9680 stuks. Daarvoor is een stuk oppervlak nodig van 100 bij 100 kilometer. Helaas zijn we er dan nog niet, want nu hebben we gemiddeld genoeg stroom, alleen niet op alle benodigde momenten. Als het niet of niet hard genoeg waait, zitten we alsnog zonder stroom. Daarvoor is het nodig om stroom tijdelijk op te slaan. Omdat het om enorme hoeveelheden gaat, zijn accu's voor ons nog geen oplossing. Volgens groene denkers is waterstof het ideale middel hiervoor. Wat u niet te horen krijgt, is dat in de omzetting van stroom naar waterstof en weer terug. Het grootste deel verloren gaat aan omzetverliezen. Rekent voor de keten: omzetten in waterstof, comprimeren, opslaan in tanks en daarna weer terug omzetten in stroom op een verlies van ruim twee derde van deze energie. Hierdoor hebben we dus nog meer windturbines nodig om deze verliezen te compenseren. Als we 25% van de tijd de opgewekte stroom rechtstreeks kunnen gebruiken, dan moeten we voor de rest de twee derde verlies compenseren. Er blijft dan ongeveer 40% over. Dus het benodigde aantal windturbines stijgt dan naar ruim 24.000 stuks. Benodigde oppervlakte hiervoor iets meer dan 150 bij 150 kilometer. Tot nu toe hebben we alleen gekeken naar het vervangen van de hoeveelheid benodigde elektriciteit. Er wordt echter ook heel veel andere energie gebruikt. Gas om woningen te verwarmen, olie om benzine en diesel van te maken voor het vervoer, etc. Etcetera, etcetera. Al deze energievormen bij elkaar zijn maar liefst 84% van ons totale energieverbruik. Als we dit ook allemaal CO2-loos willen opwekken, dan hebben we dus nog een keer ruim zesmaal zoveel windturbines nodig. We komen dan op het astronomische aantal van 157.000 stuks. En dat neemt een oppervlak in beslag van 400 bij 400 kilometer. U ziet dat daarvoor zelfs in het Nederlands deel van de Noordzee onvoldoende ruimte is. En dan hebben we het ook nog niet gehad over de astronomische kosten van deze 157.000 windturbines. Ruber kost de windturbines van 5 megawatt die we in deze berekening gebruikt hebben. Inclusief grond en plaatsing, rond de 5 miljoen euro. Bij elkaar zou dit dus een investering vergen van bijna 800 miljard euro. Nog zonder de installaties om waterstof te maken en op te slaan en de energiecentrales om er later weer stroom van te maken. En nog zonder het enorm te verzware elektriciteitsnet om al deze stroom naar de gebruikers te brengen. Ter illustratie, één knooppunt op zee met de ondergrondse kabel om de stroom aan wal te brengen kostte kort geleden 7 miljard euro. Er komen dus nog enige honderden miljarden bij. Om de ellende nog groter te maken, de levensduur van windturbines ligt op zee, vanwege de hardere wind en het zout, op een 20 jaar. Onder gunstigere omstandigheden op het land, maximaal 30 jaar. Dus alle windturbines die we nu hebben staan en die we voor 2030 geplaatst zullen hebben, moeten allemaal weer vervangen worden voor 2050. Al deze kosten herhalen zich dus op relatief korte termijn. En ik hoef waarschijnlijk niet uit te leggen wat dit voor de natuur in ons land zou betekenen. Schattingen lopen sterk uiteen, maar duidelijk is wel dat iedere windmolen enige tientallen vogels per jaar vermaalt. Het gaat dus jaarlijks in de vele miljoenen lopen. En in een Duitsland met momenteel slechts 30.000 windmolens worden naar schatting ieder jaar ruim 100.000 vleermuizen gedood. Daarnaast nog de milieuramp die zich in landen als China en Congo voltrekt bij de winning en raffinage van de benodigde zeldzame grondstoffen. Dat weet men wel in milieukringen en in Den Haag, maar daar praat men natuurlijk liever niet over. Men probeert u in Den Haag en Brussel de sprookjes te verkopen. Afgezien van dat deze zogenaamd groene oplossing onbetaalbaar is, zou ons land volledig onbewoonbaar zijn geworden. Het hele land plus een groot deel van de Noordzee zal volstaan met windturbines en zonnepanelen. Zesmaal zoveel hoogspanningsleidingen als we nu al hebben, grote fabrieken voor de productie van waterstof, enorme velden voor waterstoftanks voor weken aan energieopslag en nog steeds tientallen energiecentrales om deze waterstof weer om te zetten in stroom. Onbetaalbaar en onhaalbaar.